De meeste indruk op mij heeft gemaakt is eigenlijk de ernstige vorm van ziek zijn van mensen. Ik werk al 30 jaar op IC's, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik denk toch wel de toestand van de patiënt. Die veranderde heel snel. Mensen gingen echt hard achteruit. En ook, ik denk het meest heftige was patiënten die zo vermoeid binnenkwamen op de IC. Wij werden dan gebeld om hun in slaap te maken. Maar wat me het meest bij is gebleven zijn toch wel de redelijk gezonde mensen die er toch hard achteruit gingen. Nou, ik denk vooral de verhalen van de verpleegkundige van de afdeling, die hebben het meeste indruk op me gemaakt. Daarnaast zag ik natuurlijk de patiënten niet echt. Ik ging wel eens eventjes mee op het cohort om te zien en te ervaren hoe het was om daar in de volledige isolatie rond te lopen. Maar vooral de verhalen van de verpleegkundigen en de dilemma's waar ze voor stonden, dat heeft me het meeste indruk op me gemaakt. Ja, de meeste indruk is toch wel het verlies van jonge mensen af en toe op de afdeling. En het contact die je hebt met de families daarin. Er is natuurlijk ook sprake van veel verdriet, zeker als het jonge mensen betreft. Vooral het schakelen, het snelle schakelen, want de protocollen veranderden heel snel. De werkwijzes veranderden heel snel. Dus je moest heel snel weer de protocollen eigen maken en zorgen dat je up-to-date was. Alle regels, alle werkwijzes, je manier van isolatiekleding, dat veranderde nog wel eens. Dus daar moest je heel erg in schakelen. Het geeft mij een voldoening. Het heeft mij een voldoening gegeven om mensen te helpen. En ik vind het prettig om mensen te helpen als daar een hulp nodig is. Je werkt in een ziekenhuis, dus je helpt mensen graag ook. Dat ik vooral heel erg blij ben en trots ben hoe we dit hier uiteindelijk als team hebben neergezet. En dan team bedoel ik zowel de intensivisten, maar ook alle artsassistenten die ons hebben geholpen. Samen met de verpleegkundigen en alle ondersteuners. Dat geeft wel een gevoel van samenhorigheid, ook al is dat op sommige momenten ook wel eens moeilijker geweest. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.